alweer het laatste gedeelte van de ene laatste uitzending van VU Oranje blijft thuis. Aanstaande zondag. Ja. Ja, het is snel gegaan. Ik ga het missen. Ik ga het zo missen. Als kiespijn inderdaad. Ze zitten er nog steeds door het Amberabad. Wat zeg je, Willem? Nou, dat is wat. Ga je het echt missen als kiespijn? Nou ja, het was wel een beetje vreemd, vond je niet? Ja. De ene avond zit je echt in een voetbalpraatprogramma. De andere avond zit je in een programma dat je denkt, ja, wat is het precies? Ja. Dus het was wel een beetje aparte 5 weken. Ja. Hoe heb jij het ervaren dan? Nou, ik heb heel veel uitzendingen gezien. Ik vind juist een combinatie, voetbal en andere onderwerpen. Ja, dat vind is dat iets eerder leuk. Gedaan, hè? Ja. Ik denk dat hij helemaal vaker uitgenodigd worden. Nou, nee, dat was hier 10 dagen geleden ook. Maar ik, ja, weet je, dat was met Sjaak Zwart en Royce van Drenthe. Ja, dan zit ik ook ademloos te luisteren naar die mensen natuurlijk. Maar ik vind juist die combinatie... Ik ben echt ook een voetballiefhebber. Maar dat je dan ook de actualiteit meeneemt. Volgens mij is het een gouden formule. Maar ja, goed. Jij maakt ook zo'n soort programma, toch? Eigenlijk, daar komt wel een beetje neer. Je haalt alles toch ook een beetje door elkaar. En ja, dan... maar het is niet echt een voetbalprogramma. Nee. Maar hier toch wel meer. Dit is in de basis... Dat heet ook VU Oranje blijft thuis. Het is volledig ontspoord. Het is ontspoord volledig. Het is volledig ontspoord, inderdaad. Dat kwam omdat die andere twee mannen, Jo en René, niet 5 dagen wilden zitten. Okay, en RTL zei 5 dagen uitzenden, dus we zitten er gewoon... En jij wilde ook niet, maar je moest wel. Ja, stond in mijn contract, inderdaad. Ja. En tegen hem hebben jullie dan gezegd dat die co-host mocht zijn, maar dat is ook helemaal niet duidelijk. Nee, ik had geen idee. En als Wilfried belt, joh, kom even langs. Dan, kom dan doe je dat, toch? Ja. 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 Nou,